beschrijf paaldansen altijd als het dichtste bij vliegen wat ik ooit ga kunnen komen zonder hulpmiddel. Dus zonder vliegtuig of jetpack of wat dan ook. Ik kwam hier een keer langs gelopen. Ik kwam hier heel vaak. En ik wilde een sport gaan doen, maar ik wist niet wat, want ik vind de fitness vind ik lastig. Vind ik niet zo leuk. En toen kwam ik langsgelopen op een zondag en toen was toevallig de deur open. Ik kwam naar boven en toen was aan deze paal was Marieke aan het trainen. En ik was ook echt gelijk, hoe leer ik dit? Want ik hou van gekke dingen. Dus ik was gelijk, het prikkelde me. Ik dacht, oké, dit zie ik mezelf wel doen. I need to grow, here I could be. Closer to light, closer to me. I don't have to do this perfectly. Yeah, rain it burns, rain it burns. Wat wij doen in het begin is veel draaien. Draaien zorgt voor zowel spieropbouw als dat je je lichaam beter leert kennen. Dus je moet je houding goed aannemen. Je moet goed weten hoe je de draai ingaat, hoe je de draai uitkomt. Dus wij hebben boekjes en met die boekjes ga je aan de slag. En zo ga je eigenlijk rustig aan, krijg je per les 1 of 2 oefeningen en ga je opbouwen om rustig aan ondersteboven te gaan hangen. En dan ga je alleen aan je benen hangen. Dus zo bouwt dat zich op. En dat is voor iedere persoon, gaat dat op een ander tijdslimiet. Dus sommigen doen het binnen 3 maanden, sommigen doen er 1 jaar over en dat is helemaal prima. Het is het belangrijkst dat je die technieken onder controle krijgt. Want pas als je de techniek onder controle krijgt, krijg je gewoon een beter besef van wat ben ik aan het doen met mijn lichaam en waar is mijn lichaam. Want opeens ondersteboven hangen, dat kan super verwarrend zijn. Ik heb wel eens dat ik dan iemand ondersteboven wijs en zeg, ja, maar je moet je rechterbeen strekken. Maar als je ondersteboven hangt, dan zeg je, ja, maar rechterbeen, welk been? En dan zijn ze helemaal in de war. Dus voor sommigen kan het een beetje een drempelstuk zijn dat het wat langzamer gaat dan dat ze zouden willen. Maar we proberen altijd duidelijk te maken van nou ja, veiligheid gaat gewoon boven alles. Mijn doel was in het begin was afvallen. Ik had namelijk obesitas toen ik hier binnen kwam lopen. Dus mijn eerste intentie was gewoon fit worden, gezond worden, me fijn voelen in mijn lichaam. Maar op een gegeven moment, ik had echt wel heel veel aanleg moet ik zeggen. Ik heb sowieso veel aanleg voor bewegen, dansen. Ik voel me daar zelf heel erg in, dus ik pak snel op. Maar op een gegeven moment werd de aanleg echt wel echt een kunnen. En merkte ik dat de passie echt wel heel erg groot was. En dat ik dat graag wilde delen met mensen. Dus daarom ben ik ook les gaan geven. Maar nu is het doel is echt gewoon de beste worden. Ik wil de beste van Nederland worden. Dat is nu het doel. En als ik dat ben, dan wil ik de beste van de wereld worden. See, I let the light in the darkest place. Let the sunshine paint goes away. Nothing is permanent for me. Yeah. Flowers they bloom and fade away. The beauty it happened inside of me. Even if it's a memory. Yeah. Rain it pours, rain it pours. It's pouring on me. The rain it falls, rain it falls. Sowing the seeds of love and. Ik had zelf eerst natuurlijk, ik denk zoals een grote menigte, had ik daar best wel een vooroordeel over. Ik zag paaldansen, associeerde ik vaak met strippen. Of juist een hele sexy, ja, expressievolle vorm van dansen, zullen we maar zeggen. Dus dat was niet per se iets waar ik me gelijk, toen in ieder geval 5 jaar geleden, niet gelijk iets waarvan ik dacht van, oh, nou, dat wil ik echt gaan doen. Maar toen ik zag wat ze deden en ja, waar ze zich eigenlijk mee bezig hielden, toen dacht ik van, oh, dit is echt, het is sexy en je kan strippen, maar er is echt nog veel meer aan in paaldansen te vinden. Ik heb wel vaak het idee dat ik ook mezelf een beetje moet verdedigen. Stel bijvoorbeeld, ik ben nou aan het zoeken naar een plekje voor mezelf om te wonen. Ik merk dan toch dat ik het lastig vind om een beroep neer te zetten, omdat ik denk van ja, wat gaan ze daarvan vinden? Wat gaan ze daarbij denken? Ik vind het jammer dat ik het zo moet verdedigen, zo moet uitleggen, dat ik dat gevoel überhaupt krijg. Want het is gewoon een sport en het is een hele intensieve sport zelfs. Het is echt super goed voor je. Het is vergelijkbaar met turnen of calisthenics. Je bent alles op je lichaamsgewicht aan het doen. Dus
Ik vind het jammer dat ik het moet doen, maar ik doe het graag. Vooral omdat mensen vaak na mijn verhaal toch wel een ander beeld kunnen krijgen, omdat ik het met heel veel passie kan vertellen. Dus heel veel mensen kunnen ook wel, merk ik ook wel, dat het echt helpt om ze mee te nemen in die wereld en in die uitleg van God, het is allemaal niet zo als dat je misschien denkt. Weet je? En zo kan het ook wel zijn. En ik denk dat we daar ook ik denk dat ik daar ook niet te veel onderscheid in wil maken. Ik denk dat paaldansen kan ook heel sexy zijn. En dat kan ook heel verleidelijk zijn. En dat mag het ook zijn. Make your drop, drop, drop. Say my drop, drop, drop. Make you say my god. My drop, drop. Make your drop, drop. Make you say my god. And you never felt the cycle of motion.